Welkom in Contentveen. Vandaag gaan we beginnen met de grote verbouwing aan de nieuwste muur. Er missen torens, een poort en hij moet natuurlijk opgevuld worden. Verder is er ook nog een oude vervallen muur die ik niet langer zo kan laten staan. Dus laten we maar snel aan de slag gaan. Ik hoorde dat als jij niet geabonneerd bent, wat helemaal gratis is, dat het nieuwe gedeelte nooit afgebouwd zou worden. Oh ja, en like even. We gaan voor 5000 likes. Jongens, daar zijn we dan. We hebben een prachtige timelapse achter de rug, waarbij wij de hele muur hebben opgevuld, de poort hebben gemaakt en wat torens hebben toegevoegd. Jongens, wat ben ik er ontzettend blij mee. Maar niet alleen jongens, ook dames. Hallo! Welkom allemaal bij een nieuwe video. Vandaag weer lekker in Contentveen. Vorige video hebben wij hier... Ik loop de verkeerde kant op. Vorige video hebben wij hier het hoofdpad gemaakt. En zijn wij begonnen met het gedeelte daar om ook een beetje de infrastructuur te maken en zo. Maar dus zoals jullie misschien in de timelapse gezien hebben, staat er in één keer een blok gewoon met wat hout erop. Nu lijkt het nog niet echt op iets, ja, moois. Maar dat is iets wat René aan het maken is, jongens. En ik kan jullie verzekeren dat het er heel mooi uit gaat zien. Jullie moeten gewoon geduld hebben. Maar wat leuk dat jullie er zijn. Reageer in de reacties wat jij denkt dat dit gaat worden. Maak een gokje, zou ik zeggen. De afgelopen paar Contentveen-video's, jongens, behalve de vorige dan, was in de ruimte en was met Fred en was met weet ik veel wat allemaal. Vandaag gaan we gewoon weer lekker eventjes een progressievideootje maken. En wie weet wat we allemaal tegenkomen voor avonturen natuurlijk. Maar je moet nog een reactie achterlaten namelijk. Reageer even, jongens. Wat vind jij leuke progressievideo's, waarin ik een beetje gebouwen en zo? Of verhaallijnvideo's, waarin ik net zoals met Fred naar de ruimte ga en zo? Of een combinatie van alle twee misschien. Oké, jongens, ik ga iets doen wat ik al veel te lang heb uitgesteld. En dat is namelijk deze tuin hier een keer maken. Het is zo kaal hier, maar er moet een trap komen vanaf... vanaf waar gaat nog de vraag zijn? Misschien vanaf hier dat je zo poep, 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 zo naar beneden gaat. Of vanaf daar. Alleen daar heb je niet echt een mooie ingang naar iets. Oh, misschien vanaf daar. Ah, ja, jongens, dat je zeg maar vanaf hier aan kan komen lopen. En als je dan hier naar links gaat, misschien dit kleine 2x2 dingetje hier, dat hier dan een trap naar beneden gaat. Kan heel mooi zijn. Laten we dat ook gewoon doen. Enigszins denk ik dat een trap hier heel onnodig veel werk gaat zijn. En dat je dan misschien stiekem in het kasteel kan komen, weet je. Je moet wel gewoon de hoofdingangen houden. Dus misschien dat ik hier een soort schuine trap daarheen kan maken. Ah, ja. Ik heb een goed idee, jongens. Vanaf hier een pad daarheen. Dat zou die ingang daar ook wat exclusiever maken, om dan vanaf daar uiteindelijk overal naartoe te kunnen. Helemaal hierheen en zo, weet je. Of deze gaat naar beneden. Ik ga het hier maken. Ik zie het nu al voor me. Geen zorgen, jongens. Geen zorgen. We beginnen met bouwen. En dan wil ik hem zo maken, de trap, waardoor het best wel een niet al te steile trap is. Want als een trap heel steil is, dat vind ik nooit zo heel mooi. Oh ja, en in mijn vorige Contentveen-video, jongens, zei ik dat ik op vakantie ging. Naar Noorwegen was het. En dat ik zei, oh, dat kan mogelijk als ik terugkom van alles veranderd zijn in dit gebied hier natuurlijk. Maar de vakantie is echt last minute niet doorgegaan, helaas. Tot mijn groot verdriet. Dus vandaar dat als je denkt van, maar Max, er is helemaal niks veranderd. Dat klopt, maar dat komt omdat deze video ook gewoon 2 of 3 dagen na de vorige is opgenomen. In plaats van 2 weken, wat de planning was. En heb je nou geen idee waar ik het over heb? Ja, het is in principe ook niet heel belangrijk. Kijk, en dan vanaf hier kan ik een rechtstreeks pad daarheen maken. Dat ziet er dan toch goed uit? Of niet? Zo, hierheen. En dan hier maken we een ronding ervan. Dus dat doen we dan zo. Zo volgens mij, ja. Hoppakee. En dan komt dat een beetje zo te staan. Waardoor het hier mooi afgerond is als je hierheen loopt. Ja, dat ziet er goed uit, hé. Wow, dat gaat er clean uitzien. Maar hier naar links kan je de tuin zo in. En dan hier naar rechts uiteindelijk. Dan kan je gewoon, ja, weet ik veel wat. Net zoals de aansluiting op dat pad daar. En dan gaat het hier naar beneden wellicht. Dit komt nog deze kant. We gaan eerst even dit gewoon maken, zodat we de tuin kunnen maken. Maar dan wil ik dit wel netjes hebben. Dus dan maak ik het eerst weer even plat. Zo. Oh mijn god, dit zie ik nu pas. Maar hier ga je die streepjes onder krijgen. Oh, wat lelijk. Het vliegt nu gewoon allemaal. Maar het maakt niet uit, want uiteindelijk wordt dit gewoon steen. Dat weten jullie wel. Maar ik kan er gewoon niet tegen om dit dan zo te laten. Dus laat ik hem maar... Ah, laten we de stone bricks onder doen. Om het een beetje, nog een beetje netjes te maken. Auw. Zo. Ziet het er niet geheel lelijk uit. Ah, val ik weer. Zo. Waarschijnlijk ziet dat er dan iets netjeser uit. Ja, kijk, dat ziet er al wat beter uit. Dan heb je gewoon het stenen randje eronder. Tijdelijke oplossing, hoor. Oké, dan gaan we nu gewoon even de trap netjes maken. Nog gewoon de standaard bouwtechniek die ik voor alles gebruik. Hier. Ja, dat ziet er goed uit, hè, dit. En dan hier nog die... Oh, dan hier nog die onder zo. En hier dan die onder zo. En dan vullen we het op met steen. Gemixt met cobblestone. Een beetje zo. Een beetje van magie. En een beetje van dit. Nou, kijk eens aan, jongens. Ziet er goed uit, hè? Oh, dat moet ik hier ook nog doen. Ah, laten we het hele gedeelte even doen. Oké, jongens. Zoals jullie kunnen zien heb ik het afgemaakt. Ik heb het allemaal opgevuld in de stijl waarin het opgevuld moet worden. Behalve dan dit trapje hier natuurlijk. Maar dat zei ik, dat ga ik later maken. Dan nu wil ik eigenlijk de slabs of stairs even toevoegen eraan. En ik denk dat ik dat... Met deze stairs ga doen. Kijk, met deze. Ik had eerst slabs gebruikt, maar ik denk dat stairs leuker is om het een soort stabiliteit te geven. Zoals dit. En ik kan het altijd nog een beetje misschien aanpassen of 50-50 van maken. Slabs en stairs natuurlijk. Maar dat ga ik wel doen zodra ik het hele pad upgrade. In ieder geval is het succesvol. Zo, hoppakee. En hier heb je een leuk uitzichtpuntje op dit, de hele plekje hier beneden. Waarschijnlijk plus gewoon de hele, ja, de rambam die daar gemaakt gaat worden. Dan hier moet ik ook nog de stairs fixen even. Misschien dat ik het trouwens beter even zo kan doen, dat dat er leuk uitziet. Ja, dat ziet er sowieso leuker uit. Even de randjes nog dikker. En wow, het komt precies uit. Ik heb precies genoeg. Oh, hier vliegt het weer. Dat meen je. Moet ik heel voorzichtig ertussen gaan bouwen op de pixel na. Kijk, dit ziet er goed uit. Behalve dan het feit dat het een poepkleurtje tussen zit. Maar ik ga het niet nog een keer zeggen. Dat ga ik veranderen. Uh-oh, ik zei het nog een keer. Dan nu, dit gedeelte hier, jongens. Dit gaat een mooie tuin worden, zoals ik al zei. Daarvoor moeten we eerst dit randje even hier. Wat een ophopingje was, moest even gefixt worden. Maar ja, dat is 2 seconden werk natuurlijk. Zo. Hoppakee. Dan een beetje van dit en een beetje van dat ertussen. Hoppakee. Zo. Nou, dat ziet er goed uit. Laat ik beginnen met de pad doorheen. Gewoon een simpel pad. Het pad hoeft natuurlijk niet echt recht te zijn. Dus ik wil hem een beetje met bochels hier en daar maken. En met hobbeltjes. Hier gaat hij misschien even hier langs. Dat je hier een soort klein pleintje hebt waar je kan zitten. En kan genieten van je dorp zo. Hartstikke leuk. Omdat hij vervolgens dan hier weer verder gaat dwars door het midden. Het leuke is dat het pad ook dun gaat zijn. Waardoor het... het hoeft niet zo breed te zijn. Weet je? Het is een soort... Je moet het denken als een bospad. Een bospad is ook altijd heel dun. En dan hier ook weer een gezellig pleintje. Waar je een beetje kan zitten. Een beetje kan genieten van het goede weer. Van de brug. Van Kingdom Kauta. Waar nooit iemand is. Justine of Robin, kom een keertje op bezoek alsjeblieft. Zo. Ziet dit er ook leuk uit. En dan hier gewoon een keer een random ingang. Naar weet ik veel wat toe, jongens. Hè. Kijk, hier zit gewoon een ingang. Hier komt gewoon een poortje naar... Mogelijk ooit een keer iets. Al is het niks, weet je, dan ziet het er gewoon leuk uit. Waardoor mensen denken, oh, dus daar zit iets. Daar zit een ingang. Maar van wat? Maar wat voor ingang zit hier? Dat weten ze niet. En dat maakt het mysterieus. En dan hierbovenop komen ook stairs. Om het een beetje netjes te maken. Zo. Kijk. En dan nu hier zit gewoon een ingangetje naar iets. Laten we het zelfs dichtbouwen met hout. Kijk, dat we... Zo doen. En dan bouwen we hem dicht. Alsof het echt een poort is, weet je. Zo. Maken we dit nog ervan. Hoppakee. En dan hebben we eigenlijk een button nodig. Om het helemaal af te maken. Zo. Hoppakee. Nu lijkt het net een soort ingangetje naar iets. Een sieringang. En dan heb ik nu coarse dirt nodig. En ik weet niet of ik nog coarse dirt heb. Dan moeten we even naar mijn chestroom toe vliegen. En die is natuurlijk... Redden we dat? Ja, dat redden we hier. Hoppakee. Zo. Heb ik hier ergens coarse dirt? Niet veel. Misschien dat ik wat nieuws kan maken. Maar dan heb ik gravel nodig. En gravel heb ik volgens mij bij mijn steenhuis liggen. Laten we even kijken hoor. We moeten heel even helemaal naar het steenhuis toe vliegen. Hier. Zo. Deurtje open. Deurtje open. En dan hier dacht ik dat ik gravel had. Ja. Kijk, hoppakee. Dan kunnen we daar coarse dirt van maken. Zo, is namelijk heel mooi in het pad, jongens, coarse dirt. Om een beetje verschil qua texture toe te voegen, weet je. Dat gaan we hier dan plaatsen. Zo. Gaan we eerst even wat gaten maken erin waar het moet. Vraag ik me af of ik genoeg heb, want ik heb maar 2 stekhoorns. Oh, nee, ik heb 4 stekhoorns, dat red ik makkelijk. Oké, dan gaan we het nu allemaal toevoegen. Alle gekkigheid op een stokkie. En waarom het koorsteurt is, jongens. Koorsteurt kan nooit meer gras worden en het ziet er iets donkerder uit dan normaal dirt. Het heeft een beetje een mix van, ja, gravel en dirt. En dirt kan gewoon, als het aangesloten is met gras, zal het gewoon gras worden. En dat wil ik niet. Ik wil dat het echt dirt blijft. Oké, laten we nu wat lantaarnpaaltjes toevoegen. En dan ga ik, hier gaat er eentje komen. Hier gaat er eentje komen. Hier gaat er eentje komen. Hier wil ik er één. En denken, hier wil ik er ook één. Zo, dan gaan we dit helemaal volproppen met trapdoors. Hopen dat we genoeg trapdoors hebben. Ik zie wel weer gebeuren dat ik het niet heb. Kleine status update. Ik heb inderdaad niet genoeg trapdoors. Oh, moet ik nieuwe gaan halen. Zo, dan kunnen we dit weer verder bouwen. Dan in het midden moet telkens een blok. Zo, van Enderside. Hoppakee, hoppakee. Oh, zo val ik in één keer naar beneden. En dan hier eentje, hier eentje, hier eentje. Oeh, ik vraag me af of ik genoeg ga hebben. Ik hou er eentje over. Die moet ik eigenlijk even voortplanten. Alleen, ik heb geen boomjol. Heb ik hier boomjol in? Ik heb hier geen boomjol in. Maakt niet uit. Fix wel een keertje. Leaves heb ik nodig. Vervangen we die voor een leaf. Zo. Deze ook. Deze niet. Hier doen we zo meteen een bloemetje. Hier doen we wel een leaf. En hier doen we ook een leaf. Oké, dan nu de lantaarnpaal. Deze heb ik al eerder gemaakt. Die staat ook op het plein. Bij de arena staat deze lantaarnpaal ook, jongens. Dus het is een beetje een bekend concept. Maar dat weerhoudt het niet van om ze nog een keer te bouwen. Ik bedoel, ze zijn gewoon mooi. Dan slap. Slap. Oh mijn god, volgens mij ben ik kettingen vergeten te halen. Moet ik weer op pad? Of zitten hier kettingen in? Volgens mij zijn mijn kettingen op. Ik ben in mijn lab even aan het kijken. Waar de raket natuurlijk weg is. Die heeft dit allemaal gesloopt. En mijn poort open, boven is open. Maar ik dacht dat ik hier wel kettingen zou vinden. Van mijn vorige build. Alleen die heb ik denk ik helemaal opgemaakt. Dat betekent dat ik nieuwe kettingen moet maken. Of zitten ze hierboven? Ik denk niet dat het hierboven zit. Maar ik kan altijd even spieken. Nee. Oeh, wel ijzer. Wat ik dus kan gebruiken om nieuwe kettingen te maken. Ook heel veel gravel nog. Dus dat is top. Hallo, berigeitje. Laten we dat even omsmelten. Hoppakee. Daar zijn we geland. We komen nog steeds hetzelfde smelthuis wat ik heb. Doen we die in. Doen we die hierin. Heb ik nog genoeg kool? Het heeft nog genoeg kool. Dan moet ik deze even omhakken. Maar daarvoor heb ik mijn andere pickaxe nodig. Daarvoor heb ik de brandbreker nodig. Hier. En dan kunnen we het ijzeroor even omhakken naar gewoon ijzer ingots. Of nuggets. Wat is het? IJzer, raw iron. Ik heb geen idee. Zo, let op hè. Hoppakee. Daar gaan we. Wat een simpele taak ook weer. Maar met het ijzer kunnen we wel weer mooie chains maken. Of kettingen die we kunnen gebruiken voor onze lantaarnpalen. Zo, dan hebben wij 2 stekken iets meer. Die gaan we hier weer gebruiken. En meanwhile kunnen wij dit kool kunnen wij even hier doen. Zodat al deze koper nog steeds omgesmolten kan worden. Kijk, 16 al. Hier, dit gaat de goede kant op, jongens. Oh, hier. Oeh. De dinges overleeft het alleen niet. De kool. Maak je geen zorgen, kool. Ik ben er. Ik ben er om je te redden. Ik leg hem hier neer, de kool. Oké, dan claimen we het ijzer. En dan gaan we daar vast chains van maken. Maar dat moest volgens mij ook met nuggets. Alleen, ik haat nuggets. Huh? Nee. Hoe moest je dat maken? Hoe maakt je chains? Huh? Het heet toch een chain? Ja. Huh? Kan ik hem wel maken? Ik snap het niet. Hij staat hier. Ik snap er helemaal niks van. En boom. 40 chains. Oh, wat zijn die dingen duur. Wat zijn die krengen toch ongelooflijk duur. Maar we hebben er in ieder geval genoeg nu. Hey, en het is mooi nacht gelijk. Dan kunnen we de lantaarns plaatsen. En dan zien we het effect er gelijk van. Hier, dan halen we eerst even alle lentes weg die er staan. Zodat we zo meteen het mooie effect kunnen krijgen. Het is nu natuurlijk pikken donker hier. Wat niet goed is. Hè? Maar als we dan zo doen. En dan hoppakebonk. Hoppakebonk. Ik weet niet wat ik zeg. Honkbonk. Zo. We zien dat ik daar ook nog eentje moet. Hier moet ook nog 1 lantern. Op dit mooie plekje hier. We kunnen gelijk die laatste mooie roodbush die we hadden, kunnen we hier plaatsen. En dan kunnen wij de lantern hier ook maken. Hoppakee. En... Hatse... Plats. Juist. Ja, dat is beter dat hier ook eentje zit. Nu de rest nog. Zo, dat ziet er goed uit, jongens. Het is nu helemaal netjes belicht overal. Er zitten natuurlijk wat donkere vlekken tussen nu. Maar dat geeft juist een leuk contrast tussen licht en donker. Dan nu is het tijd voor bosjes en boompjes en zo. En ik denk dat ik ook mooie echte bomen wil maken. In plaats van alleen maar bomen die op stokjes staan. Dus laten we dat doen. Zoals hier. Hier kan een perfecte echte boom. Dus dan hebben wij er ook een leuke natuurlijke boom geplaatst, jongens. Hij is misschien een beetje weird. Als ik zie, zeg ik het zelf. Nu, nou trouwens, hij ziet er wel leuk uit. Hij ziet er zeker wel leuk uit. Zeker als ik zo ook nog doe. Ja, hij ziet er gewoon uit als een goede boom. Dan hier verder ook nog wat bosjes, denk ik. Gewoon een beetje zoals dit. Met wat hout ertussen om het een beetje natuurlijk te laten lijken zo. Misschien wat water erbij, denk ik. Zo, even kijken. Een heel klein plasje water erbij. Heb ik wel water nodig natuurlijk. Waarom raak ik altijd al mijn buckets kwijt? Ik ben gewoon weer mijn buckets kwijtgeraakt. Kan dat nou? Ah, hier staat trouwens ook nog chains. Waar zijn mijn buckets nou heen? Nou, het is een mysterie, jongens. Ze zijn verdwenen. Ik dacht dat ze in mijn lab zouden zijn, maar ook niet. Zo. zo. Ik heb maar nieuwe moeten maken. Ik raak ze gewoon altijd kwijt. Dat is echt erg. Gaan we even wat water ophalen hier in het vijvertje. Hoppakee, hoppakee. Om vervolgens hier water te plaatsen. Zo, hoppakee. En dan heb ik ook boommeal gelijk gepakt. Want dat kunnen we gebruiken om het helemaal vol te proppen nu met de restjes hier. Zodat het er gewoon gezellig uitziet. Hoppakee, kijk nou wat een gezellig plekje. Maar ik heb ook nog deze flowering azalea's meegenomen. In de hoop dat ze niet gaan groeien. Maar het ziet er wel leuk uit. Als ik bijvoorbeeld hier eentje plaats, zo weet je. En hier eentje. Nou, die groeien vast niet. Zoals ik er liefst zo plaats als dit groeien ze helemaal niet meer. Maar het ziet er niet mooi uit. Zo is het beter. Oké, laat ik wat ik hier nu heb gedaan een beetje overal en nergens doen, jongens. Wat boompjes, wat bosjes, wat blaadjes, wat gezelligheid. Zodat het een mooi koninklijk tuintje is geworden. En zo is dat ook gelijk gedaan. De hele tuin of het hele park hier, jongens, is qua natuurgedeeltes helemaal af. En wat moet ik zeggen dat het er gezellig uitziet, hé. Nu is het tijd om hier even een bankje en zo toe te voegen. En daar ook. Ik heb allemaal watertjes toegevoegd. Allemaal bomen. Allemaal bosjes, hekjes, plantjes. Weet ik veel verzinnen. Het staat er gewoon allemaal. Dan nu de bankjes. Hoe ga ik die doen? Ik denk ook gewoon van sproes. Of die doe ik juist van dark ook hout. Zodat het een beetje anders is dan de rest. Even kijken, waarom moet ik even deze plaatsen? Zou als ik die van dark ook hout doe? Is dat dan gek? Of is dat dan niet gek? Ik weet het niet. Het is moeilijk. Dus ik hier bijvoorbeeld, even kijken, een stoeltje misschien. Ja, wat ga ik dat doen? Zo, dit is nog best wel moeilijk. Omdat het schuin is. Hier, hé, ineens gejoint. Kijk hier. Oeh, dit ziet er leuk uit, dit. En dan een sign. Moet daar zijn dat ik hier een sign in heb zitten? Waarschijnlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Hoehoehoe. En dan hier signs, zo. Dan hebben we 6 signs. Dat zijn, in principe zijn dat er genoeg. Want daarmee kan ik dus hier eentje plaatsen. En hier eentje. En dan van die gaan we vervangen voor een leaf in de vloer. Omdat dat er ook mooi uitziet. Zo, kijk. Nu kan je hier lekker zitten. Je kan er, dat zitten is zo gebeurd, jongens. Dat moeten we even fixen, want je kan normaal leuk zitten. Hallo René! Hallo! Ja! Zo, een leuk zitplekje hier. En dan doen we ook nog een zitplekje aan de andere kant. Ik dacht trouwens, heb ik een barrel bij me? Nee, ik heb geen barrel bij me. Anders zeker een barrel bij. Ah joh. En dan hier doen we ook een leuk zitplekje. Zo, ook voor 2 breed. Vind ik wel leuk. Hier 1 en hier 1. En dan misschien zelfs hier nog dit. Ik hoor iemand achter me eten. Wie is achter mij aan het eten? Dat is René. Hallo René. Ja, je vliegt. Zit de wijk alleen niet meer goed. Nee, dit ziet er leuk uit, jongens. Zo. Kan leuk hier zitten kijken naar het nieuwe gedeelte. Dan markeren we dit als officieel af, jongens. Even kijken hoe het er van afstandje uitziet. Nu hebben we een s'avondszicht erop natuurlijk. Maar, oh, dat ziet er gezellig uit, hé. Wow, wat ziet dat kaal. Wat zo kaal was dat eigenlijk als je het vergelijkt met nu. Oh my days, het ziet er zo ontzettend veel beter uit. Ook van onder een beetje zo. Ja, dit is beter. Veel beter. Laten wij dan even alle spullen die wij hebben weer even ditchen. Weer even netjes soort in mijn kamer, want dan moet ik nu wat koninklijke klusjes gaan doen, jongens. Ik heb nog een paar klusjes die ik moet doen vandaag. Heeft eigenlijk niks meer met bouwen te maken, maar het zijn wel echt klusjes die uitgevoerd moeten worden. Want anders ben ik een slechte koning en dat mag gewoon niet laten gebeuren. Oké, jongens, de koninklijke klusjes. Voordat ik die ga doen, heb ik van Robin gehoord dat er een karretje is gekomen. Kijk, daar hebben we Robin al. Hallo, Robin. Hallo. Maar kijk, daar staat hij. Er is een karretje in het dorp terechtgekomen via de nieuwe poort die we gemaakt hebben. Ik ben benieuwd wat het is, maar het is echt, de poort staat er nog maar net. En er is nu al een karretje die getrokken wordt door 4 varkens. Groetjes mij. Ik denk dat mij Robin zelf is. Wat is dit? Uitverkoop. Roze kist is 3 stacks cookies. Uitverkoop. Bruine kist is 20 insects, oké. Huh? De roze kist en de bruine kist. Dus hij verkoopt koekjes en... Oh, het kost... koekjes. En dit kost inktzakken. Oh my days, maar het is zoveel steen, jongens. Oh, en klei en kobbels. Oh mijn god, en stonebricks. Ja, dit gaan we kopen. Dit gaan we kopen. Jongens, de eerste. Een soort, ja, wat is het? Een soort wilde merchman. Ja, hoe noem je zo'n guy ook weer? Merchant. Ik weet niet wat het Nederlandse woord ervoor ook weer voor is. Gewoon een wilde verkoper. Kijk, daar hebben we Robin die ook aan het kijken is. Hallo Robin. Dus laten we even kijken. Ik heb alleen geen inktzakjes en ik heb geen cookies. Dus die moeten we dan gaan farmen hiervoor. Laten we nog heel even staan. Het is een uitverkoop. Ik denk niet dat het zo snel verkocht wordt. Dus laten wij dat later gaan regelen. Laten we eerst even de koninklijke klusjes uitvoeren voordat wij dit kunnen kopen. En dat is namelijk, jongens. Ik had bericht gekregen van Anne en Nathan dat ze ready zijn om te gaan bouwen in mijn dorp. Nou, dat mag, weet je. Dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Ze mogen hier wat mij betreft zelfs wonen als ze willen. In mijn dorpje. Maar daarvoor moet ik wel een soort plekje geven waar ze kunnen wonen. Moet ik een soort sign plaatsen met een locatie. En nou, hier wil ik die rijtjeshuizen gaan maken. Hier komt de bank. Dus laten wij hier sowieso eventjes op de hoek hier zetten. Gereserveerd. Bank. Zo. Volgens mij schrijf ik gereserveerd verkeerd. Schrijf je gereserveerd zo? Dus niet gereserveerd. Oeps. Gereserveerd. Volgens mij zo. Bank van Max. Oké, gereserveerd bank van Max. Die staat hier. En dat is tot en met hier ook. Gereserveerd bank van Max. Zo, dat dit in ieder geval gereserveerd is voor mij. Dan doe ik de bank. Doe ik even een lijntje tot hier zitten. Zo, kijk, dit is de bank. Weet je, dit hoekje, jongens. Zo, gereserveerd rijtjeshuis. Gereserveerd rijtjeshuis. Dan doen we hier gereserveerd ook een rijtjeshuis. Dan op dit platform ook. Dit zijn koninklijke taken, jongens. Iemand moet het land verdelen over het volk, hè. Oké, het ding is, dit is allemaal rijtjeshuis, jongens. Ik weet niet of Anne of Nathan mijn video kijkt. Maar jullie mogen hier best gaan bouwen. Maar bouw dan wel rijtjeshuizen. Oftewel dat het allemaal tegen elkaar aan zit. De huizen moeten echt tegen elkaar geplakt zijn. Dat er geen steegjes doorheen lopen, als het ware, weet je. Het moet één groot geheel zijn. En uiteindelijk wil ik dat ook aan de bank vast laten lopen. Maar de bank bouw ik dan wel. Maar jullie mogen hier wat mij betreft echt gewoon rijtjeshuizen bouwen in de stijl van het dorp. Hè? Dus niet in één keer met hele andere blokken bouwen. Dat zou natuurlijk slecht zijn. Hier komt er een nederhuis. Dus dan ga ik hier gereserveerd pleintje. Hier komt een pleintje op dit plekje naast een nederhuis. Wat wel kan, hier kan nog een huis komen. Hier mag best wel een groot huis komen op dit plekje. Maar dan moet degene die het bouwt, moet het wel... Ja, weet je wat? Ik heb al een idee. Dit land is nog vrij. Neem contact op met je koning. Zo, neem contact op met je koning. Prima. Dit land is nog vrij. Neem contact op met je koning. Prima. Kunnen we even bespreken hoe we dat gaan doen met de huizen daar. Hetzelfde geldt voor hier. Zo, hoppakee. Dan het land daar allemaal beneden, jongens. Daar weet ik het allemaal nog niet. Dat moet allemaal ook nog netjes gemaakt worden. Dit eigenlijk ook. Dus daarom staat er ook, neem contact op met je koning. René bouwt hier al. Dat is mooi. Hier komt nog pad. En komt nog een pad naar beneden. En weet ik wat allemaal. Dus hier kunnen ook nog niet huizen komen. Dan weet ik ook nog niet waar ik het wil doen. Maar voor Nathan en Anne is er in ieder geval nu hier twee plekken waar ze mogelijk kunnen bouwen. Daar ook, alleen daar moeten ze heel specifiek in een rijtjeshuis gaan bouwen. Die varkens die truck aan of dit karretje aan het voortrekken zijn, is wel echt heel leuk. Dat vind ik er echt heel leuk uitzien, dat karretje hier. Ja, en hier, dit gedeelte is allemaal echt nog te wazig en te vaag. En ziet er allemaal te verstrooid uit om hier te gaan bouwen. Terwijl het wel de aansluiting is van het dorp zelf natuurlijk. Maar laten we eerst gewoon daar echt in het nieuwe gedeelte beginnen. Voordat we hier allemaal gekke dingen gingen doen. Oh, dat ging bijna fout. Misschien dat ik de volgende aflevering wel kan beginnen aan de bank, jongens. Ik denk dat René misschien tegen die tijd dat we gaan beginnen aan de nieuwe aflevering wel klaar is met dit. Dus dan zien jullie wat dit is geworden. En ik vind ook wel iets voor Floor om al deze rijtjeshuis te maken. Ik denk dat zij dat ook wel heel leuk vindt. Dus misschien dat Anne en Nathan dan daar moeten wonen. Dat ze daar een huis mogen bouwen. Oh, Julian moet ook een huis hebben. Dat was het. Julian moest er ook. Dus we moeten er nog één vinden. Maar dat Floor dan dat gaat doen. Julian. Mijn knul, mijn jongen. Jij moest ook natuurlijk een locatie hebben voor een nieuw huisje. Hij wilde ook in een nieuwe dorp wonen. Hier, dit ziet er van dat verstrooide gedeelte. Hier is dit het enige plekje waarvan ik weet dat er niet veel gaat veranderen. Dat dit hooguit plat gaat allemaal en weggaat. Maar dan blijft het wel deze hoogte. Dus hier ga ik ook een bordje neerzetten. Dit land is nog vrij, neem contact op met je koning. Uitgetekend. Zo. Hoppakee, dat ziet er ook weer goed uit. Oké, dus er zijn er 3 plekjes gereserveerd voor Anne, Nathan en Julian. Voor gewoon hun woonhuis. Die willen hier natuurlijk wonen. Misschien dat Robin... Nou, ik weet niet of Robin hier wil wonen. Misschien dat Robin ook wel, als hij wil, een huisje mag maken. Dan kan hij hier ook gewoon wonen. Wat mij betreft mag het. Zo, maar er zijn in ieder geval de koninklijke taakjes zijn weer gelukt, jongens. En nu moet ik eigenlijk... Ja, ik weet niet of ik dat heb. Of ik koekjes heb überhaupt. En of dat ik inkt... Nou, inktzak heb ik sowieso niet. Dat is heel vervelend. Daar heb ik echt bijna niks van. Ze zouden even op pad moeten gaan daarvoor. Ik heb heel weinig koekjes. Maar ik heb wel kauwkauwbonen. Dus laten we vast in ieder geval beginnen met een klein farmpje daarvoor. Dat als we volgende keer terugkomen, dat we die dan gelijk kunnen farmen en koekjes kunnen maken. En dat heb je volgens mij heb je junglehout nodig. Of gewoon normaal hout. Ik weet het niet. Dat is sprucehout. Kan dat op sprucehout? Nee, dat kan alleen op junglehout zeker. Bruh. Ik weet niet of ik dat heb. Nee, jij hebt junglehout voor me. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Dankjewel. Laten wij dan op een hele logische plek dat even gaan farmen. Namelijk hierboven op mijn kasteel. Hier, ik vind dit een perfecte plek om dit te gaan farmen. Zo, cookie. Kan ik dit ook... Ja, je kan het laten groeien. Dat is het mooie eraan. Zo, dan hebben we er 6. Laten we dit eventjes gewoon... Misschien kunnen we dit wel snel doen. De cookies in ieder geval al. Oké, ik heb 40 cacao-bonen heb ik nu. Volgens mij moet je er ook wheat bij doen. Maar dat weet ik niet zeker. Jezus, dat ga ik snel. Oh mijn god, dat ging echt perfect. Moet je volgens mij ook wheat bij doen. En dat heb ik. En dan kan je koekjes maken. Ja. Hey. Ja. Dit is als het goed is perfect nu. Wacht. Zo, nu hebben we best wel veel koekjes. Laten we cacao-bonen even terugstoppen. En zo het hout doen we dan hierboven. Als het goed is, mijn jongens, heb ik nu genoeg koekjes om uit te geven aan dat karretje daar. Alleen inktzakken niet, maar dat komt volgende keer dan wel. Even kijken hoor. Hé, daar hebben we Robin. Het is sowieso zijn winkeltje. Roze kist is 3 stacks koekjes, dat meen je. Dan heb ik nog steeds te weinig. Ik ga weer... Nee. Wacht. Ik heb bijna... Genoeg koekjes. Hij wil verder gaan met de kar, zegt hij. Wacht nog heel even met verder rijden. Ik heb bijna genoeg koekjes. Ik laat mijn varkens weer lopen. Tot snel. Nee! Nee! 2 min. Ik ben heel snel. Ik ga snel wheat halen. Dan heb ik genoeg. Bijna. Ik ga snel mijn wheat ophalen. Ik heb hier een farmpje, jongens. Hier. Mijn sierfarmpje. Die gebruik ik nooit. Toch een koper. Oh, René die heeft ook wat gekocht. Top. Dan blijft ze nog heel even staan. En dan kan, anders gaat hij verder met zijn karretje. En dan ben ik letterlijk mijn deal kwijt. Mijn steendeal. Ik wil op zijn minst altijd steen hebben. Zo, oké. Top, top, top. Dan hebben wij genoeg wheat. Dan moeten we nu snel die cacaobonen ophalen. Ik snap niet waarom je hier cookies voor vraagt. En niet gewoon diamonds. Cacaobonen, waar ben je? Hier. Dan hou ik er even, als het kan, eentje over. Om het te farmen. Ja, perfect. Oh, perfect, jongens. We hebben het gered. Oké, nu snel terug. Met de 3 stack koekjes. Ik ben er! 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 De uitverkoop. 1, 2, 3 stacks koekjes. Alsjeblieft. Kijk. Hij is er blij mee. En welke mocht ik nu hebben? Roze kist. Dan krijg ik 1 roze kist waarschijnlijk van hem. Wat zit er ook weer in die roze kist? Ik ben helemaal vergeten wat erin zat. Oh, dat was deze. Dat was niet eens het steen. Nee. Oh, mijn god. Ik hoopte dat ik die steen kreeg. Oh, ik heb geen inkt. Maar dit is wel goed alsnog. Ik heb nu klei. Daar kan ik heel veel potjes weer van maken. Maar ik heb geen inkt voor bruine kisten. En de bruine kist is toch wat ik wil, jongens. Oh, daar zit zoveel steen in. Mag het ook wat anders zijn? Wat dan? Hij gaat een nieuwe deal voor me bedenken, jongens. Inktzakjes heb ik gewoon niet. Ik wil best wat anders betalen. René wil wel een inkt. Doe nou niet, René! Hij was net aan het bedenken. Ik kom morgen terug met 100 inktzakken. Ik kom morgen terug met 100 inktzakken. Komt helemaal goed. Ik heb wat anders. Oh, hij heeft wat anders in gedachten. Kijk, hij heeft er eentje verkocht aan René. Oh, dat wil ik ook. Ik wil ook zo'n bruine. Wat kan ik ervoor geven? Ik wil het. Maar ik heb geen inkt. Ik heb echt nooit inkt gehad in Contentveen. Ik had eigenlijk eerst wat anders op het boordje gezet. Wat stond er eerst dan? Glow in Inksex. Oh, daar heb ik er serieus zo'n paar van. Ja, maar dan heb ik 20 Inksex. Oké, ik heb een idee. Ik geef je 20 glow insects, krijg ik en die 20 inktzakjes en 1 kistje. 2 kistjes. Krijg ik 2 kistjes? Ja. Oké, dan ga ik, ik hoop dat ik 20 heb. Oké, jongens, laten we even kijken of we 20 inktzakjes hebben. Want dan kunnen we die mogelijk gaan verkopen aan Robin. Volgens mij heb ik 20 glow insects, dat weet ik bijna wel zeker. Want die had ik net nog gebruikt. Oh mijn god, volgens mij zijn ze dan bijna op trouwens. Nee, ik heb er maar 14. Oh mijn god, daar ga ik nog meer voor geven. Ik ga hem gewoon alles aanbieden wat ik heb. Oké, jongens, ik ga hem de beste deal van zijn leven aanbieden. Ik ga namelijk ook nog een Elytra erbij doen. En dan bij die Elytra wat vuurwerk. En dan ga ik vragen of ik alle kistjes van hem mag hebben. Gewoon echt allemaal. Dus het gaat de deal van zijn leven worden, dit. En dan wil ik alle kistjes ervoor terug. Robin, ik heb niet... Ik heb er 14. Maar ik ga de deal van je leven aanbieden, oké? Ik wil al jouw kisten voor dit. Samen met deze. En dan wil ik al jouw kistjes hebben. Je hebt een Elytra gekregen met vuurwerk. Hoef je hem alleen nog maar te enchanten. Je mag de kar hebben. Ja, ik mag de kar hebben, jongens. Ik mag alles hebben. Hij heeft eindelijk een lighter. Weet je hoe blij die nou waarschijnlijk mee is. Mag ik de hele kar hebben? En ik tel zijn stekkertjes. Kijk, hij is er hartstikke blij mee, jongens. Dit is een succesvol verhaal. Laten wij dan al het steen... Dat laten we heel even hier liggen. Dan haal ik even de uitverkoopbordjes weg. Want de kar is van mij. Dus halen we de uitverkoopbordjes weg. En dan... Ja, dan laat ik de kar even liggen met de shulkerboxers gewoon erin. Want dat vind ik eigenlijk wel leuk om nog heel even te laten staan. Maar het is in ieder geval van mij. Ik mag het hebben. Daar ben ik echt heel blij mee. Groetjes mij. Dan kan ik er nu zelfs een nieuw bordje zetten. De kar van... Met allemaal hoofdletters. Max. Hier. De kar van Max. Hoppakee. Zo. Het is nu mijn kar, jongens. Jullie zijn mijn varkens vanaf nu. Hebben jullie dat begrepen met het vieren? Hebben jullie dat begrepen? Kijk, hij knikt ja. Kijk, hij snapt het. Hij snapt het. Jij bent een goede jongen. Wat we dan even gaan doen om het even officieel te maken. Ik kan je name tag voor 4 diamonds kopen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, er kwam 1 diamond tekort. Zo. Hebben we 4 diamonds zo erin. Dan moet ik even een random Enfield vinden. Zijn mijn dingen verkocht in de meanwhile? Het is nog niet verkocht. Enfield. Ik heb letterlijk 1 Enfield. Nou, we gaan wel naar Barry de Blacksmith, jongens. Barry de Blacksmith heeft nog steeds een Enfield in huis. Hoe is het met jou, Barry? Kom maar even een keertje gezellig langs. Hallo. Kwik. Kwek. Kwak. En Ronald. Oké, jongens. Kijk, daar gaan we. Kwik. Oh, dit is kwek. Nee, ik heb het verpest. Kwek. Sorry. Dan is dit kwik, kwak. Dus we hebben kwik, kwak en kwak. Kwik, kwek en kwak. En Ronald. Hallo, Ronald. Top, jongens. Ze zijn nu officieel van mij, de varkens. En dat karretje ook. En dat steen erin is allemaal van mij. Dus dat kunnen we goed gaan gebruiken. Hé, een inktzak en lol. Goed, jongens. De koninklijke taken zijn voorbij. Robin, die is lekker aan het vliegen. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Zo, dan gaan wij nu de video afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Weer een lekker progressievideo. Veel gedaan. Veel steen gekregen. En dan nu, kijk lekker het vorige Contentveen-deel. Hierin hebben we ook lekker allemaal dingen gebouwd. En weet ik voor wat allemaal. Hele leuke video heb je nog gemist. Kijk hem even erbij. We nemen up-to-date. Maar voor nu spreek je later. Glaasje water, tot 4, flesje bier, tot de volgende keer. Yo!